First Lady Ingrid Bouterse-Waldering heeft gisteren het tweede en laatste deel van de Indiase subsidie ten behoeve van de palmentuin Vakkapassi Craft and More in ontvangst genomen. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Het gaat bij deze om een bedrag van bijkans $80.000. De Vakkapassi is in augustus 2019 in gebruik genomen en heeft als doel het creëren van een economische basis voor vrouwen uit de Maron en inheemse gemeenschap ter bevordering van hun ondernemersvaardigheden als ook hun eigen inkomen. De Indiase ambassadeur Mahinder Singh Kanyal is blij dat Vakkapassi een positief effect heeft op de Surinaamse gemeenschap. Hij onderstreepte dan ook de goede samenwerking tussen Suriname en India. Sinds de opening van dit toeristisch trekpleister maken zowel Surinamers als toeristen gebruik hiervan. De plek is inmiddels bijzonder populair voor koppels die er graag foto's maken.